Ik ben snijheesterteler in Nieuw-Vennep. Ik tel paastakken en pampasgras. Als we dat gaan oogsten, werken we meestal met een aantal uitzendkrachten. Meestal zijn dat Poolse uitzendkrachten, variërend tussen de 3 en de 7. Sommige medewerkers kunnen enigszins Engels, maar over het algemeen, hè, uitzonderingen daargelaten, doen ze dat ook niet graag. Ze zijn best wel een beetje verlegen, zeggen ze het wel goed, bedoelen ze het niet verkeerd. De meer werkgerelateerde zaken, op een gegeven moment met steekwoorden komen ze een heel eind. En anders pak ik de vertaalapp erbij en dan, dan leg ik het uit en dan zet ik hem op de vertaalapp. En dan met een zinnetje. En dan moeten ze even kijken van wat bedoel je precies. Oh ja, ja, ja. En de echt sociaal gerelateerde zaken, dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Ik merk wel bij buitenlandse werknemers is het meer van, ik kom gewoon werken. En als ik het naar mijn zin heb, doe ik graag goed mijn best. En daar houden we het bij. We zorgen dat de sfeer altijd leuk is. We zorgen goed voor de mensen. Altijd wat lekkers bij de koffie. Dat ze lekker naar de zin hebben. Nou, echt functioneringsgesprekken, dat doen we niet. Daar is de periode ook gewoon te kort voor, want over het algemeen na 2 maanden is de oogst alweer aardig voorbij. Wat we wel doen, je moet altijd doorwerken, maar daarnaast wil ik wel dat ze het graag naar de zin hebben en goed volhouden. Dus als ik zie dat iemand met een onhandige houding staat, of dat hij heel snel probeert te werken, dat ik denk, ja, dat hou je niet vol. Dan ga ik even naast staan, ja, probeer het maar een beetje zo en zo te doen. Dan blijf je even relaxter. Loop even weg, ga een krui weghalen, veeg de boel even aan, dat je even wat andere beweging hebt. Dus meer het functioneren op het moment en niet zozeer het grote plaatje. Ik werk veel samen met de medewerkers. Niet altijd, bewust niet altijd. In de schuur ben ik er bijna altijd bij en anders is mijn vrouw erbij. Als we buiten gaan werken, probeer ik als het weer het toelaat om weg te gaan, zodat ze ook zelf kunnen knippen, dat ze ook even lekker vrij van de baas zijn, dat ze lekker kunnen kletsen met elkaar. Ik hoef me absoluut geen zorgen te maken dat als ik in het land kom dat er stiekem een keer zit te roken. Ze doen gewoon heerlijk te best. Om te laten zien dat we het personeel waarderen. We hadden op een gegeven moment nog 2 medewerkers lopen. Toen waren we uitgenodigd voor een race op Zandvoort. Toen zijn we lekker een dagje van de stichting. Met z'n drieën zijn we naar Zandvoort gegaan. Ja, dat was wel een fantastische ervaring voor de medewerkers. Dat ook kon als uitzendkracht. Dat je gewoon wel je uren mocht schrijven en toch een heerlijk dagje had. Het knippen en het klaarmaken van bloemen is niet dat je zegt, wat word ik van de handeling zelf enorm gelukkig. En als ik dan zie dat de mensen hier werken, hard werken. Ik heb heel veel waardering voor mijn personeel. Dat ze echt graag hun best doen en dat je dan ziet dat ze met een lach op hun gezicht werken, dan ben ik echt trots dat ik denk, ja, fijn dat zij zo hard hun best doen voor mij en fijn dat ik hun een werkplek kan bieden waar ze het heerlijk naar de zin hebben. Daar ben ik wel echt trots op.